Hi guys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben in Antalya nog steeds. Ik ben nu opgehaald door mijn private taxi. Wait, yo. Hallo. Ah, yes. Dit is mijn private taxi. Oh. We gaan nu naar de kliniek, want Vio is bezig met zijn tanden. Ik heb wel een beetje drugs geleerd. Merhaba. En Nassasin betekent hoe gaat het? En dan zeg je Iem. En dat betekent goed of zo. Of goed met jou. Leer me even een paar drugs woorden hieronder in de comments. Nou, we zijn bij de kliniek aangekomen. We gaan kijken hoe het met Daffa aan toe is. Ik ben erg benieuwd maar hoe het met hem gaat. Ja. Hi baby. Even een rondje aai hoor. Hi baby. Ik hou echt van dieren man. Nou, we gaan even kijken hoe het met Daffa aan toe gaat. We zijn nu bij de kliniek. Sesam, open nu! Hallo. Hi. How are you today? Feeling good. Yes, my teeth are a little bit thick, but it's good. Yes, feeling good. I see you are. Gedaan, je ziet het. Maar dat ik een echte gangster ben, doe ik het gewoon snel. Hey, loop te kwijlen op me, man. Loop te kwijlen. Laat je tanden zien dan, baby shark. Hey, die zakte de, En hoe vond je het gaan? Ik begrijp wel wat je bedoelde met die prikje. De pijn, hè? Ja, nee, niet echt pijn, maar wel echt gevoelig. Het goed raar toch? Ja. Zeg eens bababushka. Bababushka. Frans zei wat tegen me. You are a big boy. I say yes. My girlfriend told me every day. Nou, we gaan nu lekker eten. We zijn hier in Antalya. En het heet The Piano. En het uitzicht hier is erg mooi. Nou, Daf is nu gelijk aan het eten na zijn behandeling. Niks aan dan. Hoe voelt het dan om te eten, zeg maar, gelijk na zo'n behandeling? Hoe doe je dat? Wat denk je, hoe het voelt? Het voelt niet echt lekker, nee. Het is toch voor de kijkers? Ik weet het wel. Sorry. Ik dacht je vroeg nog om. Echt bij de hand. Hoe het voelt? Ja. Alsof er een klem in je mond zit. Want ik voel nog steeds wat doof in. En omdat de soep zo lekker is, kan ik gewoon niet stoppen met eten. Maar het is de eerste keer dat ik mijn nagels doe en dat Daf mee is. En hij loopt te zeuren van ja, je ziet dat het zo lang duurde. Zijn er weer anderhalf uur hier? Ja, Alright, she's doing my nails and she was using another technique. So she was putting two nails on my nail and I was like, oh my god, what is this? And then she said, this is my technique. But she's also very bad in English. Nou, Daf heeft zijn tijdelijke tanden in, zijn nieuwe tijdelijke tanden. Zo, belde iemand de spotlight? Had iemand de verlichting nodig? Zo, je hebt gelijk. Walking on the streets of Turkey, ja. Yeah. Hey, lach eens nog even. Zo, hey, patser, hé. Hey. Dit is niet het allerwitste. Nee, maar dit staat je al heel goed, hoor. Maar het staat maar goed. Walk in deze motor, heb je dit ooit gezien? Zo, gekke MP3, jongen. Dit is een nieuwe editie van de
BMW. Dat is een nieuwe, kijk eens. Wow, wireless. Wireless? Wireless. Ik ben gewoon helemaal vergeten te vloggen hoe we aan het eten, wat we gingen eten. Maar ja, we hadden zoveel moeite met eten, omdat we onze vervangende tanden hebben, dat ik gewoon helemaal vergeten ben. Oh, het was zo moeilijk eten kijken, laat me kijken, zit er niks tussen mijn tanden. Wow, nee, er zit niks tussen mijn tanden. Nee. Hè? Maar, kijk, met je eigen tanden, dan voel je dat er iets tussen je tanden. Wat? Met je eigen tanden, dan voel je het. Ja, dan ga je, hè. Ja, dan ga je, hè. Met je eigen tanden kan je voelen dat er iets ertussen zit, maar met dit voel je gewoon helemaal niks. Beeld is een beetje wazig. Voor de mensen die naar Antalya willen gaan, Nebi Lux is echt een goede hotel. Die ik zeker aanraad. En ze hebben hier echt lekker eten. Maar nou doe ik shisha. Oh, ga niet eens inhaleren, jongens. Dat is verdoving. Je moet gewoon zo doen, even. Okay. Ja, we gaan nog even shisha en dan gaan we slapen. Volgende dag gaan we weer allemaal dingen doen. Dus ik zie jullie de volgende dag. Hallo guys, het is alweer de volgende dag en het is lekker weer. Het is 20 graden hier. Oh my god, lekker warm. We zijn nu even de vlog aan het checken. Oh, mijn camera is leeg. Kunnen we straks even naar het hotel? Ga ik even mijn camera laden. Nou, ik heb mijn hairs van mijn Pen & Texture. We gaan nu even snel ontbijten en dan gaan we door naar een boottocht. Daar heb ik echt veel zin in. Kom hier. Maar ik doe het dus omdat ik echt last heb van mijn scherpe taartjes en I wonder why. We zitten nu in de bus en in deze VIP bus wordt je dus opgehaald van het station, van het vliegveld. We gaan nu onderweg naar de boot en dan gaan we lekker bootje varen, want het is echt mooi weer vandaag. Wat gaan we doen, schat? Do you like boat trip? I already go. I gotta go. Wat een surfers hebben we hier, hè? Jeetje, Mina. Ja. Yeah. Wow. Baseballs. Zo, we zijn even een nette pak aan het shoppen voor DAF. Zo, hey, stropdas en al, hè. Hi, goedenavond, oh, guys. Oi, papa. Het is alweer avond en ik heb mijn make-up weggehaald, want ja, het was echt een lange dag. Mijn camera is trouwens uitgevallen toen we boot aan het varen waren. Maar daarna waren we nog eventjes in de stad. Toen heeft Daf echt een paar dope kleren gehaald. Gewoon nette kleren en zo. En ja, ik heb eigenlijk net de eerste vlog online gezet. Ik heb mijn gezicht nog steeds een beetje dik door die verdoving. En ik lijk echt op een hamster. Maar ik heb dus net de eerste vlog online gezet. En heel veel mensen reageren eigenlijk van ja, waarom heb je eigenlijk je tanden gedaan? Ik heb het trouwens nu nog steeds niet gedaan. Morgen is onze pasdag. Dus dan krijgen we onze tanden te zien en hoe het staat en zo. Maar heel veel mensen vragen van ja, waarom zou je dat doen als je tanden al mooi zijn? En ja, jullie hebben gewoon gelijk. Want ik had echt gewoon super mooie tanden van mezelf. En dat achteraf, hè? Ja, maar ik zeg gewoon niet dat ik spijt heb. Oh, dus je hebt geen spijt? Nee, ik heb geen spijt. Maar het is ook niet dat de kliniek me er naartoe heeft gedwongen om het te doen. Ik wou gewoon zelf gewoon super witte tanden. Nou, eigenlijk, ik heb al eerder gezegd van... Kijk, Davio gaat zijn tanden doen. En ik ben gewoon... ik sta heel erg YOLO in het leven. Daarom maak ik soms ook hele domme beslissingen in mijn leven. Maar ik dacht van ja, als hij het gaat doen, dan wil ik het ook gewoon doen. En? Veel mensen zeggen ook tegen mij van waarom heb je niet tegen je vriendin gezegd dat ze het niet moest doen. Maar voor nu heb ik het niet tegen je gezegd. Ja. Want ik krijg veel berichten van bro, wat doe je vriendin aan? Dit. Maar je wou het zelf. Ja, ik wou het zelf. Je bent 18 plus. Je bent zelfs bijna weer jarig. Dus zo. Ja. Ik ben trouwens 31 januari jarig, jongens.
Iedereen die waterman is, Aquarius, die begrijpt vast wel hoe mijn denkwijze werkt. Hele goede morgen, guys. Het is vandaag donderdag. Het is 10 uur in Turkse tijd. En in Nederland is het 8 uur 's ochtends. Vandaag is de pasdag, dus vandaag gaan we onze tanden zien. Ik irriteer me echt nog steeds heel erg aan mijn gezicht, want het is nog steeds een beetje opgezwollen. En daarna gaan we motorcycling, crossen. Ik weet niet precies wat we gaan doen. Maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik heb een nieuwe pattes aan. We moeten toch een beetje inlopen. Daf heeft, is gewoon echt fucking traag. Dat haat ik echt van. We moeten om 10 uur bij de kliniek zijn. En ik zeg van, ja, weet je, ik ga gewoon alvast naar beneden. Want het is al 7:10. Inside, and then tomorrow they will make outside ceramic. Okay. So it's not done. Yet. Okay, but kan je je lessen verhalen? Yes. Nou, oké. Okay. Hier gaat. In de tandenwereld heb je dus heel veel verschillende manieren en materialen om tanden, zeg maar, op te kunnen bouwen of te vernieuwen of een smile makeover te kunnen geven. Wat heel vaak in Nederland wordt gebruikt is composiet. A, omdat het goedkoop is. B, omdat het, zeg maar, niet nodig is om met composiet, dat zijn dan hun woorden, de tanden te slijpen, zeg maar. Aan de andere kant, de reden waarom composiet in Turkije niet wordt gebruikt is composiet is oorspronkelijk bedoeld om gebruikt te worden als vullingmateriaal. Het is zeer breekbaar. Binnen no time is het gebroken. Als het dan niet breekt, dan heb je sowieso te maken met chipping. En het verkleurt ontiegelijk snel. Mm. Nou, als je iets dat heel erg breekbaar is en heel snel kan verkleuren, zeg maar, wilt aanbieden, maar er geen garantie aan kan geven, omdat het juist zo fragiel is, zeg maar, dan heeft het voor ons in Turkije geen zin om een klant dat soort materiaal aan te smeren, als het ware. Want jullie zitten hier tenslotte in Turkije, het is niet even om de hoek bij jullie thuis. Mm-hmm. Snap je? Je kan niet iedere keer om de havenklap bij ons terecht. Dus wat doen we? We doen smile makeovers met onder andere zirconium kronen. Metalen kronen die gefuseerd zijn met porselein laagje eroverheen. Imex kronen of Imex facings, één van die. Mm-hmm. Bij jullie twee hebben wij een keuze moeten maken, vooral bij jou, hebben wij een keuze moeten maken, gaat het nou facings worden of gaat het nou kronen worden? Imex is het sowieso, mm-hmm. Want jij wilde zo minimaal mogelijk geslepen hebben van je tand. Ja. Nou, als wij jou, zeg maar, zirconium kronen zouden moeten aanbieden, dan had jij dezelfde stompjes over als je vriend. Mm-hmm. Maar ik heb jou beloofd om zo minimaal mogelijk te slijpen. Voor de facings had je zelfs nog minder geslepen moeten krijgen, maar omdat wij zoiets hadden van facings, die laten ook, dat zijn, zeg maar, flinterdunne schildjes die je alleen aan de voorkant van de tanden plakt. Op zich, esthetisch gezien, heeft het de meest natuurlijke, zeg maar, uiterlijk. Maar het probleem met facings zijn dat die schildjes na een bepaald jaar, en dan bedoel ik of tegen het eerste jaar aan of in het tweede jaar tijdens het eten al eruit kan floppen. En eenmaal, zeg maar, zo'n scheldje eruit, ja, je blijft constant hetzelfde probleem hebben, ondanks het feit dat het, zeg maar, continu gecement wordt. Teeth is this. It's good. No. Sizin anlayacağınız bir prova değil de bunun tamamen şekli farklı olacak. Her misin? Bu sadece so, dişe oturumu deniyor diş etine. It's only for how it's Şimdi dişlerin arası böyle boşluk mu kaldı? Dit is echt als je ogen dicht, als het donker is, je lacht één keer. Boom. Oké, tot morgen heb ik tijdelijke tanden gekregen.
En die maken ze tijdelijk het tanden voor onder. Het is zo raar dit. Hallo. Nee. Ho. Hij is de tanden los. Je kan je eigen fucking tanden los trekken. Hij is dan los. Ja, nee. Je bent echt niet normaal. Het zijn allemaal los, ik kan gewoon eruit halen. Ik zweer het. Die... Dat ding doet niet eens pijn. Ja, Melo, hoe weet jij dat? Omdat ik zoveel klanten daar heb die ik loop naar 8, ik zie hem gewoon zijn tand. Dikke shout-out naar Vals trouwens. Vals. Ik weet niet zo hoe ik het uitspreek, maar deze sportkleding is really the best. Want we gaan straks crossen, dus ik dacht van ja, laat me maar even een sportieve outfit aan doen. Heb je tanden er nog niet uitgetrokken, schat? Ik ga schrikken. Ik ga zo even. Oh, ik vind deze tijdelijk. Ik vind deze tijdelijke tanden echt niet mooi bij me staan, man. Echt te groot voor mijn gezicht. Ik beter dan wat je eerst in je mond doet. Mijn tanden worden nog witter, hè? Ja. Van mij ook. Kijk, het is wel. Weet je wat gewoon belangrijk is, als het er natuurlijk uitziet? Ja, maar het gaat zeg maar niet zo uitzien als dit. Nee. Gewoon echt totaal. Er zit wel een model in. Het heeft gewoon wel, het is gewoon een beetje geslepen en zo, man. Ga even mijn mooie slippers halen. Ja, ik ga even mooie Turkse slippers halen. Ik wil mooie Turkse slippers, die Hermes slippers. Ik ga toch niet helemaal naar, ik ga hier naar de overkant, de supermarkt. Ja, maar ik wil geen met die dunne. Mensen, ik ging dus echt stuk, hè. Dus zeg maar, yalla betekent toch in Turk van ga weg, toch? Maar in Marokkaans is het van, is goed, of wow, is goed. Yalla betekent gewoon van ja, is goed. Ja, of in ieder geval, gaan. We waren dus met ons tolk en er was dus zeg maar zo'n man die ging bedelen. Toen had ik hem geld gegeven en toen zei hij yalla. Maar nee, zo van, yalla, yalla. Maar ik bedoelde van, later. Maar ik zei, om eigenlijk op donderen. Oh, je moest echt uitgezoeken, lach eens. Ik ga niet als de tanden erin doen. Kijk hoe dat staat. Wacht even hoor. Oh mijn god, jongens, ik ben nu bij bakker en dit is echt zo fucking lekker. Oh mijn god, ik wil echt alles eten. Ik ga wel en hier doen. Is die soeburee, wat jij ook verheerlijk vond. Ja, dat is een soort van deeg met kaas erin, toch? Ja, precies. De deeg, kaas en spinazie, peterselie. Oh, maar ik wil echt meer dingen hoor. Ik wil ook die koekjes. Oké, hoeveel wil je? Twee. Twee koekjes. Mi Emma Ferres. En wat is... Wil je vragen wat dit is? Gebak. Het ziet er echt lekker uit, maar het lijkt echt alsof je 10 kilo aankomt erdoor. Ja, volgens mij kom je ook 10 kilo aan. Ja. Nou, dan skippen we dat maar. Lekkere baklava gehaald. Chuck's theetje erbij. Hoe heet dit ook alweer? Basemme. Guslemme. Lekker op Basemme. Nou, daar gaan we. Wat moet je doen? Oh, dit is yes, we hebben. Oh, sorry. Oké, okay, ik ben net even snel naar mijn kamer gerend. Ik ben een beetje wazig. En ik heb even snel mijn laptop gehaald, zodat ik die vlog straks ga editen en online voor jullie kan gooien. Dit is de lamp waar ik foto's mee maak. Shout out naar Melody, die heeft ze voor me gehaald. Het is echt een goede lamp om Instagram foto's mee te maken. En we gaan naar de kapper. En ik wil deze pruik verven, dus ik dacht van hey, ik pak deze pruik even snel mee. En dan ga ik die straks even lekker verven. Wat ben jij aan het doen? Ik heb net een paar foto's voor hem gemaakt. Because I'm the best photographer in the whole wide world.